change has a reason. Hoi hoi, wij gaan iets volledig nieuw doen. Ik heb onze beste vrienden uitgenodigd en we gaan van sugar en sweets, allemaal verschillende soorten snoep en chipjes en koekjes en al wat je wilt proeven. Er zit redelijk wat pikant bij, ook redelijk wat zuur. Maar ja, we gaan zien wat we ervan vinden. We hebben heel veel verschillende mensen, dus iedereen gaat zijn eigen smaak hebben. En ik ben benieuwd wie dat de gekste bek gaat trekken. Oké. We gaan beginnen met de Sour Patch Kids Extreme Soft and Chewy Candy. Oké, 1, 2, 3. Oh, dat is goed. Ik geloof niet. Ik geloof niet. Mama. Dat is niet goed voor mij. Nou ja. Dr. Sour, oh nee. Blast Balls. Schone naam. Ja? Ready? Ja. Ik heb mijn zakje niet open doen. Ja! Doe beter. Nee. Is dat pikant? Nee. Napoleon Boy. Wat is dat? Look like. Jij zit in de kern? Jij hebt doorgebeten. Oh ja. Ja? Wacht maar u. Oh. Wel lekker, hè? Heel zuur. Iets dat ik niet kan lezen. KitKat. Maar het is KitKat. En wat is KitKat? Dat is iets met je voet. Raakt lekker. 1, 2, 3. Ik zit er altijd met een zuur van. Ah, cranberry. Mmm. Oh, lekker. Mm, dat is lekker. Kijk, lekker. Ik zit er altijd met een zuur. Mm. Dat is ook lekker. Ja. Dit is ook product. Ho-ho's. Ja, ja, dat is goed. Ho-ho's. Moister chocolate cake, rich creme filling. Ja? Mm. Oh, dat is wel lekker. Oh, dat is mijn ding. Mijl. Ja. Dat stelt allemaal. Ja. Ho-ho's. Oké. Pretzel en chocolade. Mmm. Ja. Ja. Zeg niet voor mij. Weinig chocolade, maar wel veel pretzel. Ja. Dan hebben we M&M's met brownie. Fudge brownie. Oh, dat is mijn brownie precies. Oh, dat is mijn brownie precies. Oh ja. Fudge brownie. Oh. Oh. Zo weet je even. Haal het nooit niet voor weg. Ja. Ik ga dat stuk 3 keer herhalen. Ik denk dat het mijn brownie is. Ben je even jouw zin? Jawel, dat wel vinden. Peanut en hazelnut. Dat gaat niet voor Anneke en... Nee. Die zijn allergisch aan noten. Je hebt het editie. Anders gaat dat hier een hele speciale video worden met epipennen. Anafalactische shock. Dan leggen we uit hoe dan anafalactische shock werkt. Ja. Oké. Okay. Ik heb ook een blauwe. Blauwe! Hey, Eén, twee, appakket. Lekker! Jawel. Dus deze is salted caramel, want ik ben al vergeten te laten zien de laatste 3 keer. Ik heb mijn kist. Amai, dat het. Amai. Oh, dat is keihard. Sorry, maar ik vind die beter dan toch dan die een brownie. Die smakte die zoute caramel wel keihard in. Ik vind dat te gooey. Maar ik vind die wel goed. Ik vind die brownie fudge. Mmm. Die vind ik lekker. Gewoon chocolade. Ja. Witte chocolade. Ja, van mij mogen die ook hebben. Ja, Anneke ook.
Ah, ja. Maar ik kan hem wel in het midden. Oh, zie, dus wat er allemaal in zit van binnen, zeg. Oh, nee, even de binnenkant. Ja, de binnenkant is wel cool. Lekker? Ja. Hoe noemde dat? Dat erop. Hostess? Ik heb er zo van gegeten. Birthday cakes of zoiets waren dat. Ziet er wel lekker. Ziet er wel. Oh, dat is met van die dingen. Ja, maar wel. Oh. Is lekker? Ja. Nou, dat is echt birthday cake, ja. Dat ziet er al vuur rood uit. Flaming hot. Dus dat is een Cheetos popcorn flaming hot. Zie. Ik wil wel proeven. Klaar? Voor mij. Waja. Dat is een goeie. Oh. Hé. Amai. Het spreekt daar gewoon uit op het gras. Oh, dat is pikant. Dat is wel lekker. Oh, nee. Oh, chipitos. Het zijn chipitos, maar dan met pizza. Ja. Dat is lekker. Pikant? Ja. Nee, dat is niet pikant. Dat is echt kaas. Oh ja. Zo'n barbecue dingen. Echt pizza cheese sticks. Niet pikant. Oei. Ja, wat dan niet. Alles proeft met pikant. Dat is de Pringles Rice Fusion Japanese Barbecue Teriyaki. Kei lekker. Ik vind die super lekker. Ja? Ja. Echt een teriyaki saus. Ja. Niet lekker? Dan lekker? Niet lekker? Mm. Ja. Ik vind dat het te heerlijk. Echt teriyaki. Ik ga deze frikken. Met een orange Pringles. Wat lekker ermee, dat staat op dingen nog. Ik ga eettafels in Amerika zien, dan staat dat op tafel. Dat is dingen. Dat is groenten. Pickles. Dan doe ik. Misschien een pickle. Dan doe ik. Nou, dit is pikant. Oh, ja, ik zie dat. Peper. Dat is peper. Dat is een heel pikant. Ik doe een rode chili. Peper. Oh. Schatje, moet jij nog eentje hebben? Nee. Pringles Flame Medium Kicking Sour Cream. Dat is medium heet en eerst nog niks op, dus het zou kunnen dat hij ook wel een beetje pikant is. Ja, dat is één pikant. Dat is medium heet en eerst nog niks op. Oh, dat is pikant. Wat verdomme. Dat is niet sour en cream, maar ik op de camping. Nee? Moet je mijn lippen niet zetten? Dat is een extra dikke, maar dat is extra veel raadplak. Nu laten we zien, dat is de Pringles Flame Extra Hot Cheese and Chili met drie pepertjes. Dus super pikant, niet eerder. Dat is een beetje lekker. Het is nog drie keer zo pikant dan die andere. Ja, drie keer pikant, hè. Drie keer pikant. Lekker. Drie keer pikant. Dat is een slow burning heat, dat komt zo zachtjes. Oh ja. En ik dacht, oh ik heb nog woede, er zit niet op. Oh, er zit wel iets op. Oh. Ja, geef mij ook een glaasje alsjeblieft. Melk? Ja, graag. Nou, sorry, ik wacht niet. Hè. Nee, toch wel. Jongen, mijn keel is aan het branden. Oké, dus ik en Anneke waren een beetje verbrand van binnen, dus wij hebben allebei een glas melk binnengekapt. Maar we gaan eens rondgaan wie dat, wie dat welke favoriet heeft. Geert? Eén kan ik moeilijk kiezen, maar ik kom toch voor deze drie. Oh, die Eén kan ik moeilijk kiezen, dus alle drie. Oké. Okay. Alle pikanten, of wat? Ja. Oh, de pikant en dan de pizza. De pizza was niet pikant. Hè? Ik kan dat van mij niet meer laten zien. Hoe dat? Ik wilde deze. En dan deze. Ah, die een birthday cake. Ja. Ja, die was lekker, die was hè? Kei lekker. Maar deze vind ik ook de max. Was dat die? Nee, is toch niet die pikant, hè? Nee, maar dat is die met die pizza. Ah, ja. Pizza. Ja, die was echt goed. Volle smaak ook. Die was lekker. Seba? Ik ga wat de brownie in mijn hand. De brownie M&M's? Waar is hem? Wacht, zullen ze laten zien. Ten deze. Dat was echt wel lekker ook, hè? Oké, Katarina, wat was jouw favoriet? Dat moeten we niet zoeken, zeker? Nee. De puppies. De fratbolletjes. De puppy. Amelie? Ja. Die met pizza.
die daar, die paarse. Die teriyaki? Die twee vond ik het lekkerste. Mm-hmm. Nice. Steven? Alles. Dat is echt moeilijk om te kiezen. De pikantste was je popcorn. Het nadeel was ja, dat je zo een beetje, ja, niet echt popcorn was, maar zo een beetje wakker al. Maar als ik dat mag kiezen, dan gaat hem toch naar... Oh. Ik ben verzot op chili cheese en deze was wel very close by. Ja. Echt het glaasje melk dan. Dat is echt. Qua M&M'tjes was het dan de... Pom, pom, pom. Van die pretzel vond ik wel lekker. Ja, die pretzels. En van de snoepjes vond ik de blaasbals wel geweldig. Ja? Ja. Maar ik vond het zo zuur. Dan ben ik aan het denken waar ik het lekkerste vond. Wat vond ik het lekkerste? Ah, wel hè. Ik denk dat je deze nog eens moet proeven. Deze? Zeg je zot? Ja. Ik vond deze wel goed. Ja? Ja, ik ga voor de die gaan. Ik denk dat je daar zo'n melk bij doet, dat super lekker is. Maar goed, hierbij hebben we allemaal ons deel gedaan. We hebben allemaal geproefd en we hebben twee van de zoveel hebben hun glaasje melk ook achterover geslagen. Maar het was echt een topper, het was echt plezant. En als je graag wilt bestellen of je vindt iets of je ziet iets dat je wilt bestellen bij sugarandsweet.be kun je dat allemaal vinden. Maar ik zal de link hieronder ook even delen, dan kun je daar gewoon op klikken en dat is er. Normaal gezien leveren ze binnen dezelfde week nog. En hun assortiment is echt mega groot. Pans, heel veel Amerikaans. Geweldig gewoon. Hier zijn ze al aan het verdelen wie dat wat hier gaat eten. Maar we hopen dat je het een leuke vlog vond. En dan zien we de volgende keer. Bye!